We zijn hier bij de opnames van Rail Cargo voor een best practice. We hebben hier onze klant Siemens Healthineers voor uitgenodigd. En we zijn op het moment aan het filmen op het dak van het warehouse van Siemens in Duisburg. En de buurman van dit gebouw is de DIT Duisburg Terminal. En dit is de terminal waar dagelijkse treinen van naar China vertrekken. En als jullie goed zien, staat daar een nieuw Silke Logistics container. Twee op elkaar. Die klaar zijn om naar China te vertrekken. Dit is de haven voor de grootste Europese inland terminal waar alle treinen aankomen. Hamburg heeft ook een deel. Het meeste vertrekt hier vanaf Duisburg. Romania here. My name is Dana Churi, I'm from HR department, and today we are going to give you an update regarding our plenty trees in 2019. Unfortunately, the pandemic kept us away from our small trees, and at the time they needed so much attention. We couldn't be near to take care and to water them and nurture them in order to grow. We have two winners. We have a cherry tree and an apricot tree, which gave us also his first fruit, and both of them had blossom very nice in the spring. They had very beautiful flowers. So we will take again the action in the fall, and we will replace the empty spot. Bună! Numele meu este Cristi, sunt manager operațional și în următoarele minute vă voi face o descriere pentru un produs din România. Produsul se numește Strongo. De ce Strongo? Pentru că produsul are un serviciu de transportare și livrare a coletelor atipice. Produsele pot fi din gama electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, aragaze, dar poate să fie și din gama mobilieră, canapea, colțar, mobilă de birou, mobilă de cameră. În momentul de față, produsul se află în curs de organizare, atât operațional cât și digital. Suntem în live cu patru zone, patru orașe mari din țară, unde urmărim cu atenție fluxul de preluare, depozitare și livrare. Mai mult, monitorizăm și aplicația dedicată pentru acest produs, prin care se poate urmări în totalitate traseul produsului de la expeditor la destinatar. Cam atât pentru început de drum pentru acest nou produs. Iar ca încheiere vreau doar să menționez un singur lucru. Strongo, prima alegere a clientului. Goedemiddag, als KLG zijnde vervoeren wij veel pallets door heel Europa, waaronder ook Europallets. Europallets zijn in principe hele goede pallets, waardoor we ook deze pallets ruilen bij de laad- en losadressen. Onze collega's van de veldadministratie houden ook bepaalde saldo's bij van onze klanten en onze vervoerders, aangezien we niet bij ieder transport alle Europallets doen ruilen. Nou, dit wordt elke maand afgestemd met de vervoerder als ook met de klant.
zodat we deze zaken wel netjes op orde hebben. We hebben zelf ook een voorraad aan Europallets. Dus als klanten een keer Europallets nodig hebben, kunnen wij ze ook altijd vanuit onze loods aan de klanten toebrengen. En daar zien jullie een klein gedeelte van onze Europallets staan die we hebben. Hi, ik ben Judith en ik werk momenteel als baliemedewerker bij KLG in Eersel. En ik zoek een vervanger voor mezelf. Nou, wat ik als baliemedewerker doe is eigenlijk iedere dag komen hier chauffeurs aan de balie. En die hebben goederen opgehaald vanuit Frankrijk of Nederland. En die controleren wij hier aan de balie. Die voorzien wij van een dossiernummer. En als er bijvoorbeeld palletruil is geweest, dan zorgen wij ook dat de chauffeurs deze goed hebben ingevuld. Als de chauffeur hier dan de papieren heeft ingeleverd, dan vraag ik hoeveel uren ze nog kunnen rijden op een dag. En dan ga ik naar de planner of naar de binnenlandplanner achter mij. En die zorgen weer voor een volgende rit. Daarnaast hebben de chauffeurs ook iedere dag afgewerkte papieren bij. Deze zorgen wij dat die ook volledig goed zijn ingevuld, voorzien zijn van het dossiernummer. En die maken wij gereed zodat die ook ingescand kunnen worden. Daarnaast hebben we ook achter mij nog een CMR-tafel. Die ligt aan het einde van de dag helemaal vol met CMR's. En wij zorgen ervoor dat die allemaal in de ritten komen. En dat de chauffeur de volgende dag ook weer met de rit kan vertrekken. In de afgelopen 2 jaar dat ik hier nu werk, heb ik gewoon een flinke groei gemaakt binnen KLG. Ik ben begonnen als baliemedewerker. Ondertussen doe ik ook de palletadministratie. Ik kan de exportplanners, die help ik met de rit opzetten. En daarnaast kan ik ook chauffeurs begeleiden. Dat is ook iets wat mij zeer aanspreekt bij KLG. Ze denken met je mee en er zijn veel doorgroeimogelijkheden. Daarnaast volg ik ook een opleiding op donderdagmiddag. Ga ik naar de Han in Arnhem. Dan volg ik logistiek management. En dat is wat goed te combineren met het werk. Het laatste wat ik doe aan het einde van de dag, hier halen we alle kluisjes van de chauffeurs. Ik zorg ervoor dat de ritten in de kluisjes komen, zodat de chauffeur de volgende dag met de rit kan vertrekken. Dan hebben we hier nog een paar kluisjes, hier hebben ook alle ritten in. En dan zit mijn werkdag erop en dan kan ik naar huis. Wil je graag komen werken? Solliciteer dan en wie weet zie ik je snel. Doei! Goedemiddag allemaal. Mij is gevraagd om iets meer te vertellen over het product New Silkway Logistics. De nieuwe zijderoute, of de Silk Road, is een oude verbinding tussen de twee continenten. Vroeger werden er al paarden en kamelen en wandelaars die over dit netwerk liepen, werden er al kleding vervoerd, textiel. New Silkway Logistics is een samenwerkingsverband tussen Essers en KLG. KLG kennen jullie uiteraard. En samen hebben Essers en KLG de samenwerking gevonden op de activiteiten van de zijderoute naar China. De zijderoute naar China is eigenlijk een railverbinding tussen de twee continenten. En op deze railverbinding rijden de treinen over en weer al jaar en dag. Wat wij op die zijderoute doen, is wij boeken containers op treinen vanuit Europa naar China en terug. Met een sterke focus op temperatuurgecontroleerde transporten. Dat wil zeggen, wij gaan per vrachtwagen laden bij een klant. Dat kan zijn KLG. Wij zorgen ervoor dat KLG de container heeft. Die gaat laden bij de klant. Wordt ingeleverd op de railterminal in Duisburg bijvoorbeeld. En die gaat dan een traject van 12.000 kilometer afleggen tot bijvoorbeeld Chongqing. En daar pakken wij hem weer over met een Chinese vervoerder, bijvoorbeeld Sinutrans, die ook iedereen kent. Regelen we de custom clearance en vanaf daar gaan we het uitlossen bij de ontvanger. En dat is eigenlijk een notendop wat wij doen van A tot Z. En zo doen wij ongeveer 500 tot 800 containers per maand op de zijderoute.